Do you feel the pressure? Hey mensen, super tof dat we kijken naar een nieuwe video. En vandaag hebben wij een Fortnite account gekocht. Dit account was 5 euro, niet heel veel, maar ik heb fotootjes gezien. Het was wel echt een nice account, jongens. Dus ik ga hem nu samen met jullie voor de eerste keer openen. Het was een PlayStation account, dus ik heb gewoon ingelogd met PlayStation. En toen had dit account super tof, jongens. Dus we gaan nu op X drukken. En voor het eerst dat ik ook een Fortnite account heb gekocht, jongens. Wil je nou meer zien? Smash even dat duimpje omhoog als je vaker een Fortnite account wil zien. Abonneer eventjes ook voor meer van deze shit, jongens. Want ja, er komen nog allemaal leukere dingen aan. Ook heel veel video's. En jongens, onze Harm versus Tim video heeft al 21.000 weergave, jongens. En dat, we hebben bijna die 4.000 kijkuren nu. Maar oké, jongens, nu door met dit account. We hebben Save the World, Battle Royale en Creative. We gaan kijken of die Save the World heeft, jongens. Daar ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar. En dat is jammer. Hij heeft geen Save the World. Maar ja, het was niet een heel duur account. Maar ja, daar gaat het ook niet echt om. Save the World, dat is gewoon meer grappig. Maar nu een Battle Royale account, jongens. Klikken gewoon Battle Royale. En dan gaan we kijken. Ik ben echt benieuwd, jongens, wat deze man allemaal voor gekke skins heeft. Oké, ik ben echt benieuwd, hoor. Oh, we zijn er bijna, jongens. En bam! Now available. Oké, jongens, we zien sowieso. Hij is al level 20, jongens. En I'm Kasma JT, by the way. Hij heeft dus ook een YouTube. Weet ik veel, maar en we zien dat hij de Battle Pass heeft, links. En hij heeft 70% boost af. Kijken welke tier die is. Ze is een 8, tier 20. Niet heel hoog, maar zelf heb ik hem niet. Dus ik kan niet echt zeiken of zo. En challenges, events. En lokken, jongens. Oké, we gaan eerst gewoon beginnen bij minst belangrijk. Dat is denk ik gewoon even loading de screentjes, jongens. Deze. Even kijken of er een vet ertussen zit of zo. Ik vraag me af of hij al heel lang speelt. Volgens mij niet, want hij heeft niet heel veel loading screens. Nee, nou ja. Ik vraag me ook af waarom hij voor het account weg doet. En de disc. Nou, daar is niet echt iets speciaals aan. Kijken of hij misschien... Nou, hij heeft niet een Battle Bus. Dat is wel sad, maar... Ja, icoontje. Ik doe er eigenlijk echt niks mee. Oké, nu gaan we kijken naar zijn weapon camo. Misschien heeft hij wel echt één dikke camo, jongens. Ik ben echt benieuwd. We gaan nu kijken. Hij heeft deze rode. Heeft iedereen. Heeft ook iedereen, volgens mij. Ook iedereen. Deze weet ik niet, jongens. Wat? Gekke disco. Jongens, laat even achter of deze van de Battle Pass is of zo. Volgens mij wel. Maar ja, hij is wel dik. Deze heb ik nog niet aan gezien. En deze dan. En deze. De groene. Classic. Ik heb ze sowieso altijd dik, jongens. Oké, dansjes. Ja. Electro Shuffle. Oeh. Disco Fever. Smooth Moves. Oké. Nice. Niet heel veel dansjes, maar... Ja, dansjes zijn niet heel speciaal, jongens. Wat vinden jullie? Kopen jullie eerder skins? Of kopen jullie eerder gewoon een pickaxe, een kleider, een dansje? Laat even achter, want ik heb best wel veel dansjes, maar dat komt omdat ik niet kan sparen. Dus ja, daarom heb ik geen skins. Maar oké, even kijken. Heeft hij hier nog wat leuks bij zijn emote staan? Hij wel, ik wel. Hey. Oh, deze, de elf. Nou, dat is iets minder, man. Oké, nu gaan we naar zijn... Dit ding of zo. Deze control. Ja, dat. Fijn. Oké. Oh, deze is wat dik. Hij speelt echt niet lang, volgens mij. Of hij heeft gewoon al die battle pass niet gekocht. Kan ook. Jongens, gaan we zo meteen ook naar zijn stats kijken. Daar ben ik wel echt benieuwd wat zijn stats zijn, hoor. Nou, niet heel speciaal of zo. Oké, nu gaan we naar zijn parapluutjes. Deze heeft sowieso al wel gewonnen. Even kijken of hij iets speciaals heeft.
Zo, wat is dit dan, joh? Gekke kanon of zo? En een gumdrop. Nou, nou, nou. Ja, ja, vliegen tapijntie. Ja, deze heeft iedereen als die wint. Oh, hey. Deze heeft ook iedereen Battle Pass. Deze is, dacht ik, ook Battle Pass. Deze heeft hij gekocht. Hij heeft wel wat gliders gekocht, hoor. Volgens mij. Ik ben niet zo van... Kerstman. Deze is volgens mij Battle Pass. Deze heb ik ook. Deze kan je aan mensen giften. Oh ja, deze maakt muziek. Ik vind hem best wel dik, jongens. Royal Air. Glider. Oh, hij heeft niet echt iets speciaals of zo. Wacht, ja. Oké, we gaan de pickaxe kijken. Hij heeft sowieso hier zo al eentje. Nice, nice, nice. Deze heeft hij wel gekocht, volgens mij. We gaan even kijken, jongens. Oei. Hij heeft Dragon X. Die is best nice, vind ik. Die vind ik ook echt dik, hoor. Echt waar. Dat is gewoon, ja... De Reaper met dat ding eromheen lijkt een beetje op. En de L of zo, ja. Ik weet niet echt waarom ik zo'n stok zou kopen, joh. Deze vind ik ook wel dik. Even kijken. Mwah. Wat is dit dan? Deze heb ik echt nog niet gezien. Volgens mij had deze ook bij de Battle Pass. Nice. Even kijken of die nog een speciaal echt heeft. Edit stijl. Oh, hij heeft niet eens max. En dat vind ik wel sad, hoor. Oké. Ja, ja, zo. De dikste, jongens. Deze is erg gaaf. Even serieus, hoor. Je zegt gewoon u tegen. Nou ja, oké. We gaan nu bij zijn backpacks kijken. Oh, hij heeft wel backpacks gekocht, jongens. Kijk, ja. Katana. Oh, jongens. Dit zegt al wat, hoor. Deze paasei zegt al gewoon wat. Ja, deze was starter pack of zo. Kon je kopen. Krijg je ook 4 bucks bij. Even kijken hoor. Hé, hey, wat is dit dan? Een zonnebloem. Nou. Oké, okay, ja. 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 Hé, hey, deze heeft hij gekocht volgens mij. Een cobra. Hé, hey, golden cobra. En een geldtasje heeft hij ook. Was ook zo 5 euro pack of zo. Oké, maar jongens, nu gaan we naar de skins toe. We zien hier sowieso eentje. Gewoon de boevenpak. Jongens, oké, we gaan nu op de skins klikken. Kijken of die even wat een paar zieke skins heeft. En jongens, dit account gaan we ook weggeven nog. Dat was ik helemaal vergeten te zeggen, jongens. Maar dit account gaan wij weggeven. Dus wil je nou winnen, dit account winnen? Laat 2 vrienden abonneren. Like eventjes en deel eventjes met de belletje aan. En gebruik mijn code RomanGamesNLFan allemaal hoofd. Letters. Kom nu in beeld, jongens. Pauw. En ja, gebruik die code eventjes. Stuurbewijsje als je iets koopt naar mijn Insta. Linkje in de beschrijving. En dan heb je kans om te winnen, jongens. Of join mijn Discord, kan ook. En dan privé sturen. Oké, maar nu gaan we die... We gaan naar de skins, jongens. Naar de skins. Oh, hij heeft wel wat skins, hoor. Zie je, hij speelt echt niet lang, denk ik. Oké, hij heeft deze. Edit cel kan je veranderen. Roodkapje ga je mee. Bos. Ja, 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 ja. Oké, jongens. Wat daar is stomme skins. Hier moeten we naar kijken, jongens. Zo, deze is wel dik eigenlijk, hoor. Rugby skin. Ook lijp. Ook lijp, ook lijp. Ik zou een paars laten als dat kan. Jammer dat je hem niet paars kan laten. En dan deze gekke. Ik weet niet waarom je dit zou kopen, toch? Ja, misschien vinden jullie dit dik of zo, maar ik vind deze niet echt lijp of zo. Kijk, deze vind ik echt lachen, jongens. Maar deze gingen altijd vroeger die oortjes helemaal glitchen. Deze vind ik echt wel lachen. En dan deze boefpakje. En, hé, hey, hij heeft ze allebei. Een vrouwtje en een mannetje. Zo, zo. En deze, de Scorpion. Die ken je wel meer dan mensen die hem hebben. Oh, hé, hey, ook match. En dan de Sushi Master. En dan hebben we de Maximilian. Oké, okay, ja, ja. En dan dus Desperado. En Shadow Ops. Best nice skins, jongens. Niet heel veel skins, maar ja,
was ook niet een heel duur account. Dus val wel mee, jongens. Dus ja, oké, we gaan nog één dingetje, jongens. We gaan nog eventjes naar stats kijken, jongens. Oh. Oké. Oké, jongens, profiel. We gaan eventjes kijken naar zijn naar stats, jongens. Ik weet niet wat dat betekent. Hij heeft 8 solo wins. Hij heeft 1 duo win. Hij is gewoon beter in solo dan in die andere. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, niet heel veel of zo. Hij wint niet echt veel. Ja, daarom heeft hij denk ik ook zijn Fortnite net verwijderd. Hij dacht van... Ik win toch niks. Ja, snap ik. Maar jongens, wil je naar dit account winnen? Laat eventjes 2 vrienden abonneren. Zeg eventjes, ik kom van die en die bij jouw reactie dan. Laat ze ook eventjes liken en doe even deze video. En abonneer op mijn YouTube kanaal voor meer. En laat even achter of jullie meer van deze dingen willen. En volg me op Insta of Discord. Stuur bewijsje. En dan heb jij kans om dit Fortnite account te winnen, jongens. Vond je dit leuk? Kan je dat even belonen met een duimpje van de met een duimpje. En abonneer. En dit was het einde van de video. Straks dus altijd later. Later.